Oh my god. Oké, vandaag gebeurt er iets dat ik niet gedacht had ging gebeuren. Maar ik mag een wagen komen ophalen bij Audi en het is niet zomaar een wagen. Goedendag, ik kom een perswagen ophalen. Ja. Ik heb de sleutel gekregen. Ik weet niet eens waar de deurhendels zitten. Hier? Ik vermoed het. Ja. Holy shit, jongen. En hier ligt een ongelooflijk zotte V10. Ja. Instappen. Oef. Oh, ik heb stress, mensen. Ik heb stress. Ik ben er een klein beetje bang van. Als ik die op start nu duw. Ik weet niet goed waar te beginnen. Eerlijk gezegd nooit verwacht dat ik een review zou mogen maken van deze wagen. Dus nu ben ik op het niveau van Top Gear bezig. Ik geloof niet hoeveel stress dat mij dat geeft. Wil je de nieuwe auto van papa eens? Ja. Weet je welke dat is? Ja, hij doet inderdaad super hard. Ja, zeg maar zeker. Ben je er klaar voor? Dit is een Audi R8 Coupé V10 Plus met 610 pk. En je moet maar een klein beetje duwen voordat die V10 begint te brullen. Dat is zo absurd! Ik had gezegd het is een V10, maar het is een V10 Plus. En wat is het verschil met een gewone V10? De V10 heeft iets van 540 pk, de V10 Plus heeft 610 pk. En bovendien heeft hij heel veel carbonafwerking. Carbon. Dit zijn gigantische remschijven met keramische remmen erop. En dat zijn hoeveel inch banden? Grote banden, jongen. Maar eens zien hoe fucking breed dat die zijn. Check die breedte. Trouwens, de diffuser, dus de lucht, komt vooraan binnen onder uw wagen. En komt er dan, via die gaten wordt de lucht ingezogen, komt langs hier, wordt dat gediffused en een soort voor maximum downforce. Waardoor je wagen eigenlijk aan de grond blijft plakken. Dus dat, de brede banden en nog eens hier bovenaan die vaste spoiler erop, zorgt ervoor dat de wagen eigenlijk tegen de grond wordt gedrukt door de aerodynamica. En op die manier kun je echt heel snel rijden. Topsnelheid is, ja, heel veel. Ben je daar iets mee met heel veel? Nee, de topsnelheid is, ja, 205 miles per hour, hoeveel is dat, kilometer per uur? Het is over de 300 per uur. En als je dat een half uurtje doet, dan is je tank leeg. Ik vind dat oké, want de Bugatti Veyron doet dat in 12 minuten. En om de een of andere reden, als je de motor aanlegt, moet die altijd meteen... Dat is echt crazy, man. Je hebt ook een knop om je uitlaat luider te laten klinken. Sport. En direct een luider geluid, vind ik wel straf. Hoor je? Oh, ja, yeah, baby! Halleluja! Oh, amai, echt. Dat voel je toch? Je voelt dat toch, hè? Dat is echt zo, oh man, dat is echt een vermoeiende wagen. Maar in de goede zin van het woord, hè, echt. Zoals dat je echt 3 uur seks hebt gehad of zo, weet je wel? Zo van, oh, super lastig, maar echt super goed, zoiets is dat. Ik heb
ondertussen al met heel veel sportwagens gereden. Maar de meeste sportwagens die ik tegenwoordig mee rijd, die hebben turbo's op hun motor. En het probleem met turbo is dat als je op de gas duwt, er zit een klein beetje vertraging op eer dat die turbo in gang schiet. Waardoor je hebt zo niet die instant kick. Maar dit is een V10 zonder turbo's. Gewoon pure power. En dat is niet te vergelijken, vind ik. Dat is fenomenaal. Dat is gewoon erop duwen. En je wordt in de zetel geduwd. Het is best dat je aan het stuur zit in deze wagen. Pas dat hier zijn, geen zo'n goed idee. We hebben nu een race stand gezet en nu kun je lounge control doen. Dus je moet mijn linkervoet de rem induwen, rechtervoet gaspedaal en dan gewoon de rem lossen. Ik ben eens benieuwd. Nee, dat is zo waar. Dat is zo zoals ik al mijn gezeten. Dat is niet eigenlijk normaal. Dat is echt precies een kermisattractie, jongen. Echt. Dat is echt. Dat is nog zotter. Gelijk in de Walibi vroeger, de nieuwe. Zo, ah jongen, dat kriebelt gewoon in mijn buik. Oh man, zeg. Ik kwam echt rood. Oh, zot, hè? Dat is echt even niet goed voor taart. Ik ben echt kapot van de emotie. Het is een rollercoaster voor volwassenen. Dat is echt. Papa gaat ook een zoentje geven hoor. Wacht. Mama ook een zoentje geven. Hé, mijn zak was? Dada, auto. Gisteren. Nee. Dag. Tot de volgende keer. De startprijs van deze wagen, de V10 Plus, is 160.000 en je kan hem configureren tot ergens 190.000 tot 200.000 euro. Wat? Ik ben nog aan het sparen daarvoor. Dus dit is de koffer, er kan van alles in. Ik zal het even demonstreren. Skateboard zonder probleem, bal zonder probleem, statief zonder probleem. En er is zelfs gedacht aan een plekje om je gsm te leggen. Voilà, safe, perfect. Ja, poepen zitten. Ja. Yeah, 'cause I said for my soul.